Mats Hegman, ziekwis van de week, daarom niet in de basis. Ja. Ik kon niet veel doen aan een 2-0 nederlaag, maar er was geen zins gefaseerd deze nederlaag, denk ik. Nee, ik denk volkomen terecht. Ik vond Udi wel een sterke ploeg. Staat niet voor niks derde? Staat niet voor niks derde. Ik denk dat ze ook voor promotie gaan spelen. Denk ik in ieder geval na competitie in. Ja, ze kwamen 1-0 voor vrij snel. En, Gelukkig penalty, ja. Marco was te laat. Ja, Marco was te laat. Gelukkig, ik weet het niet. Ik vond vanaf de kant, dat zag er niet heel slim uit van Marco. Ik denk dat, want die speler kon die bal nooit meer halen. Als vanaf de zijkant zeiden we ook niet echt verstandige. Nee. Niet echt goed. Dat gebeurt in de actie. Ja, dat gebeurt in de actie. Ja, prima. En dan kom je 1-0 achter en dan weet je tegen u, die staan verdedigend zo goed met 5 verdedigers. Dan kom je er eigenlijk niet meer doorheen. En dat 2-0 was eigenlijk al bekeken? Dat 2-0 was bekeken. Vanaf de zijkant, ik was onder de indruk van die spits van Udi. Daar hadden we het de vorige keer ook al heel erg lastig mee. En, die grote speler. Die grote speler, ja. Die grote nummer 9 was denk ik ook. En, ja, nummer 9. Die scoorde de tweede goal. Ja. Ja, vond ik echt een hele goede speler. En wat ik zeg, als je achterkomt tegen Udi, dan win je niet meer. Nee. Dan gaan ze die nummer 9 ook nog achterin zetten. Dus alle hoge ballen die krijg je weer net zo hard terug. Nee, dat was echt mooi, want Giel zei al terecht van... die spits die was gewoon lekker op uitje met een paar vrienden. Die dachten, ik schiet er eerst eentje in en daarna achterin even helpen en die ballen wegschieten. Hè. Ja. Wat een luxe, want daar wij die luxe weer eens meemaken. Dan moet de volgende wedstrijd maar gebeuren tegen tegenstanders die ons misschien iets beter liggen. Ja, misschien is dat. Ik denk dat wij ook wel onderschat worden in het voetballende vermogen. Want ik denk dat we best leuk kunnen voetballen. En wat gewoon echt in ons nadeel werkt, denk ik, is het veld. Ik denk dat we meer last hebben van het veld dan dat het iets goeds is voor ons. Terwijl... voor de duidelijkheid, we spelen niet op kunstgras, maar op echt gras. En het veld is een beetje hobbelig. Ja, het veld is niet een beetje hobbelig. Het is wel echt, ik denk dat wij het slechtste veld van de competitie hebben. By far, gewoon echt heel ver. En ik denk ook echt dat we daar wel aan moeten werken als we iets willen. Want 4 jaar geleden, toen onder Dennis, toen was dit juist onze kracht, het veld. Daar hadden we heel veel punten door. En misschien heerst het idee nog steeds een beetje, maar ik denk dat dat niet meer zo is. Tijd is echt van het. Ja. Paasweekend gewoon 6 punten halen en dan hoeven we niet meer naar beneden te kijken. Want heel stiekem gaan we toch een klein beetje kijken wat de onderste ploegen doen. En dat is eigenlijk ook niet nodig. Nee, maar ik denk persoonlijk Longa en RKZC vind ik dit jaar zo zwak. Dat wij blijven sowieso boven die 2 ploegen. Dus ik denk dat we wat ons dat betreft geen zorgen hoeven te maken. En dan is gewoon deze wedstrijden gebruiken als voorbereiding voor volgend seizoen. Als voorbereiding. En dan precies tweede paasdag bij de schoonfamilie lekker aan de brunch, toch? Ja. Heel veel plezier daar, Mats. Dankjewel.